Vera Franken is een van de klokkenluiders. Vorige week heeft ze nog een anonieme dreigbrief gekregen dat ze eraan zal gaan als ze nu niet zwijgt. Ze moet zwijgen over hoe de voormalige korpschef van Hasselt, Michel Bekkers, zichzelf heeft verrijkt, zegt ze, over de wanpraktijken van het korps. De korpschef die kende zichzelf om de 3 maanden een vergoeding toe van 1115 euro. Daar is geen enkele beslissing van het politiecollege van. De korpschef vroeg zelfs een tweetaligheidspremie in Hasselt. Iets wat ik hem echt heb moeten zeggen, dat kan niet. Vera en 3 van haar collega's klagen de wanpraktijken aan. Eerst intern, later ook bij een externe dienst voor preventie en bij het comité P. Maar er gebeurt niks mee en Vera wordt zwaar gepest. Verschrikkelijke pesterijen. Men heeft geplast op mijn bureau. Ik heb seksueel intimiderende mails gekregen die de korpschef verstuurde met de politiemail. Ik heb de bewijsstukken liggen. Ik heb dus bedreigingen gehad. Doodsbedreigingen. Ik heb dus andere bedreigingen gehad. Men heeft gedreigd mij aan het raam uit te gooien. De burgemeester van Hasselt, Hilde Klaas, houdt haar korps de hand boven het hoofd, zegt Vera. Klaas heeft Vera onmiddellijk overgeplaatst en ze mocht geen leiding meer geven. Wel, daar kan ik opnieuw maar weer zeggen dat ik die feiten heel ernstig heb genomen door haar weg te trekken uit de omgeving waar ze gepest werd, een ander goed ingericht bureau te geven en ook een zinnige jobinhoud, want ook dat vond ik op dat moment heel erg belangrijk. Intussen zijn er 15 procedures opgestart in verband met de klachten van Vera en haar 3 collega's. Maar tot nu hebben ze nog geen enkele keer gelijk gekregen, zegt het parket. Het zijn stoorzenders en het moet nu maar eens ophouden. Dat de andere stoorzenders daar inderdaad monddood moeten gemaakt worden. En dat zijn harde uitspraken, maar dat zijn realistische. Het zijn niet een paar die moeten de stemming maken binnen een korps dat goed werkt. 2 jaar na de eerste klachten is nog niemand van de verantwoordelijken gestraft. Korpschef Bekkers is geen politiechef meer, maar krijgt nog wel zijn loon. Van de 4 klokkenluiders werkt niemand nog bij de politie van Hasselt.